Oh, ik ben iemand die heel sterk in het leven staat als mensen die bewuste keuzes maken en die ook verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leven. En in die zin vind ik eerlijkheid is voor mij dat je ook niet doet alsof bepaalde zaken ineens op je afkomen. Hè. Dus dat je heel goed weet waarmee je bezig bent en dat je ook consequent handelt. Want het is wel vaak dat in de politiek zijn de contexten heel bepalend. En durft een politieker zich wel eens verschuilen achter gewijzigde contexten om misschien al eens oneerlijk te zijn? En ik vind dat als je bewust leeft, bewust kiest, dan kan je niet altijd zo gemakkelijk achter die contexten verschuilen en moet je ook eerlijker en duidelijker en oprechter communiceren en ook handelen. Dus ik vind eerlijkheid belangrijk. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat er bepaalde zaken zijn die je misschien voor jezelf wil houden. Niet omdat je daar, niet omwille van het feit dat je daar niet wenst over te communiceren of oneerlijk wilt over zijn, maar wel omdat je misschien dat voor jezelf allemaal nog moet uitmaken. Dus ik vind eerlijkheid staat voor mij niet gelijk aan alles te grabbel gooien of om het eender wat naar buiten brengen, bijvoorbeeld. Ja. Ik vind verantwoordelijkheid, zeker vandaag als we dat zien op een politiek thema, ik merk dat vaak mensen meer gestraft worden wanneer ze iets doen en dat men vindt dat dat niet goed is dan wanneer mensen niets doen. En dat vind ik jammer. Dus ik vind verantwoordelijkheid opnemen is altijd moeilijk en je weet dat je dan voor en tegens hebt en dat je je handen altijd moet vuil maken. Mm-hmm. En je merkt dat mensen daar soms gemakkelijker positief staan ten opzichte van mensen die iets niet doen dan mensen die wel iets doen. En dat vind ik jammer, want uiteindelijk weten we toch dat wanneer je in een samenleving geen mensen hebt die meer op elk punt, op elk niveau, in elke sector verantwoordelijkheid opnemen en zeggen, oh, we gaan maar veilig aan de kant staan of we trekken onze paraplu open of als ik niks doe, kan ik niks verkeerd doen. Ja, daarmee helpen we onze samenleving echt niet vooruit en dat vind ik dus wel een waarde die onder druk staat. Eerlijkheid is voor mij de dingen zeggen zoals ze zijn. En ook de dingen zien zoals ze zijn. Dus voor mij komen die twee wel samen en die dan ook ja, met elkaar in dialoog en in transparantie brengen.